Good job. We zijn vertrokken. Let's go. This is our boat. Onze boot is aangemeerd. Oh my god, Mitsa. Oké, dus mijn voet bloeit, want ik ben... Dag YouTube! Hallo! Welkom bij de Patches familie. Sta je goed, jongen? Mijn haar is een beetje vettig, dus ja. Hopelijk hebben jullie keihard genoten van de vlog gisteren. Dat was super, super fijn. Het was echt een leuke dag en een leuke vlog. Het was, het was goed. En vandaag gaan we proberen te overtreffen. Energy, energy, energy! Energy, energy, energy! We hebben gisteren 30.000 stappen gedaan. Vandaag gaan we voor 40.000. Nee, we gaan vandaag de streak behouden. En we gaan terug gewoon op pad. Gewoon terug hiken. Want? Een dag is geen nacht. Van de laatste minuten. Die gaan sporten. Fijn, want we gaan naar het zuidelijkste punt van Corsica. Eigenlijk, we moeten dus over de bergen gaan. En we moeten zo langs de kust. Waar is hier gaan pikhekken? Het grappige is eigenlijk dat er overal gewoon privédomein staat. Als wandelaar is het niet interessant om gewoon op de grote weg te blijven. Maar zodra je er vanaf gaat, is overal privédomein. Want de Corsicanen, of kun je, wie dat? De Corsicanen willen gewoon niet dat langs hun huis passeert. Alle GPS'en zeggen wel dat dat gewoon wandelbaar is. Dus ik snap niet goed waarom dat. Ja, weet je. Het is wel echt door zo'n prachtige paden te nemen dat je gewoon een prachtig plekje komt, natuurlijk. Op zich, een weide, of een veld van een boer, is ook privédomein. Ja. De boer gaat boos worden, hè, van Corsica. Oh, ik hoop het echt niet. Ladies and gentlemen. Oei, made it! Ik ben net over die dingen geklommen, zo, want dat was ook privé. Amai, hier staat ook nog eens. Ik was even gerust, want daarnaast is gewoon een huis. Weet je, voor mij, het boeit niet als er iemand zegt van dit is privé, dat maakt me niet uit. Maar het zijn honden. Het zijn honden. En als die hond ziet dat jij daar bent, ja. Ja. Dan moet je heel veel pech hebben. Ik ben toch blij dat er een openbare baan zit. Boys will be boys, hè. We zijn trouwens bijna aan de playa. Gidso. Ja, hier volgen. We gaan naar de playa. Er zijn allemaal fucking bijen op ons aan het zoomen. Oh my god. Voor dat eiland, kunnen we dat eiland kopen. En dan naar een hoofd zetten aan het eigen eiland. Dat is wel iets om over na te denken, natuurlijk. Hier ben ik ooit ingevallen. Oh. We zijn dus een kleine pitstop aan het doen. Gewoon lekker boterhammetje. Maar wat hebben we net gecreëerd? Een broodje pinda. Niet een boterham pinda kaas, maar... We hebben gewoon onze pindanootjes, onze boterham gedaan. De bedoeling is dat we naar de hoofdplage Pinterella gaan. We zijn nu op een kut haventje. We hebben net de weg gevraagd, maar super onsympathiek de mensen. Dus we hebben iets gevonden. We kunnen hier blijven dus wel kijken. Ja, dat gaan we dus doen. We gaan wel overgaan naar de GoPro. Ja. We gaan full watermodus. Ga je maar insleuren? Ja. Good job. Oh, wat zo leuk. Ja, wat on een maillot, en fait, donc. Ze heeft geen meer of zo. Ja, mag ze voorhand wel even. Lekker logisch. We zijn vertrokken, let's go. We zijn vertrokken. We gaan nu naar dat eiland. Woe. Blauw. Woe. We zijn in de helft naar de, het eiland. Kijk jongen, dat is hier gewoon altijd ondiep. Wij gingen eerst, dat is voor de eerste keer dat we dit doen. En we hadden eerst gewoon met schoenen gaan in broek. En die zegt zo van, ben jij gek? Ja. Je kan nat worden. Maar je wordt ook wel echt nat hier. Die meeuwen roepen ons. Ik hoop nu wel dat we wel geen rots raken en dan zo SOS schrijven in het zand. Ja, dat zit er gewoon op een onbewoond eiland vast. Als we hier op deze eiland stranden, dan kun je eigenlijk gewoon terug wandelen. Want alles is hier gewoon ondiep rond. Dat is echt, je kunt gewoon wandelen naar daar. Nee. Ja, die meeuwen, maar dat is gewoon een invasie. Oei, zoiets. Ah, ze hebben iets beledigend gezegd of zo. Zoiets, we straken een steen hier. Pas op. Hier onder de grond zijn stenen. Dat zijn hier stenen, hè? Ja, hier gaan sowieso haaien zitten. Hè? Ik hou echt niet van haaien. Haaien is mijn fobie. Kunnen we niet terug? Oké, we gaan keren. We vinden het niet meer leuk. We gaan nu naar de grot van de liefde. Ik denk dat daar leuker is. Oké, we zijn dus net aangemeerd geweest aan het strandje. En nu gaan we verder naar de grot. Een witte haai. Ja, sorry, maar ik heb een beetje een fobie van haaien. Ja, blijkbaar. Weet je, er zit bij u meer vlees aan, dus als een haai echt slim is, dan pakt hij eerst u en dan pas mij. Hey, peddelaar. Mijn bril is vol. Hey, peddelaar. Hey, je gaat tegen de rots. Ja, we gaan echt vol staan tegen de rots. Ja? We denken dat dit de grot van de liefdesbiet is, dus we gaan er nu ingaan. Maar dat is ook echt, dit is echt gewoon precies buitenland, zo Bali inderdaad. Ik zie hier allemaal dingen staan in de grot. Dingen staan? Ja, ik denk dat wel. Ah, ja. Oh ja, want mensen hebben daar dus op geschreven. Van de liefde, hè. R plus A. Bij ons zou het zijn M plus M.
M&M. Abonneer en like. Lopen, die zijn ook rood. Ga eens naar rechts, ga eens naar rechts, ga eens naar rechts. Ik wil altijd deze donkere put, maat. Ga weg, 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 ga weg. Maar niet door dat zwart, dus liefst langs links. Dat is ouder, hè? Maar dat vind ik niet leuk. Ik ga nu weg. Ik denk dat wij sneller kunnen, maat. Ik denk dat jij een raceje wilt doen. We beginnen ook gewoon onze dag en dan uiteindelijk, zoals gisteren, hebben we dan die trappen gedaan aan het rijden. Vandaag rijden we met kamer naar gewoon mega blauw water. Storm op zee, storm op zee, maar voor ons is storm niet echt. Geen reden tot paniek, want piraten worden van de storm op zee niet ziek. Wat? Wat? Het is hier mega storm op zee, je bent hier kei snel aan het gaan. Oh, we gaan... Oh, Matik, echt. Oh. Hoho! I found the angle! Hey, take over! I'm gonna pedal now. This is our boat. I am looking for a sugar daddy with a boat. Oké, Matik, we gaan tegen de boot gaan, hè? Maar die guy moet op. Maar jij moet naar links. Maar hij gaat ook naar links. What the fuck wilt hij? Hello, neighbors. Daar kwam een miscommunicatie. Ik dacht dat hij zei dat wij naar daar moesten, maar hij ging naar daar. We zijn aangekomen in de grot van Lize. Dit is kei schattig, hè? Dat is echt wel cute. Moeten we geen anker doen of zo? Nee. Dat we... Oké. Maar ik heb misschien onze boot weggedaan. Oh, wauw. Oké. We zijn dus in een prachtige, prachtige grot. Ik zie nu net. Emma, zwijg hier. Wat ben jij ook aan het filmen, jongen? Onze boot is aangemeerd. Oh my god, mitsen. Ik snap het wel. We zien ook net dat er zo allemaal van die geliefdesdingen zijn. Dus bijvoorbeeld zo S plus... Wat is het allemaal? Ik heb dus mijn voet bloeit, want ik ben zo tegen een rots gegaan. Dus ja, nu gaan de haaien officieel komen. Hè. Ik ben eraan. Ik ben officieel eraan. Back met de vlogcamera. Voetjes op de grond. Voetjes op de grond. Dat was kei leuk. We hebben een uurtje in totaal gekanoot. Je zullen vast wel de beelden gezien hebben. Gekajakt. Ja, gekano. Ik weet het eigenlijk. Ja, zeg het maar in de comments. De dag is lekker van start. En nu gaan we nog naar dat kleine strandje gaan voor daarnet. Maar Mitsi is wel haar sok kwijt. Zoals jullie kunnen zien. Wow! We hebben dat net gekaan hoor. Nu dat we dat zo zien. Ik vind het prachtig. Ja, dat is echt heel mooi. Weet je wat fijn is? Dus we hebben deze ochtend dus ontbeten in onze hotel. Normaal gezien is alleen ontbijt dat je krijgt. Maar nu hebben we ook gereserveerd, geboekt voor deze avond. Niet naar waar dat trapje gegaan is. Wat de fuck is dat? Is dat meer van daarnet, weet je? Meer? Dat weet ik niet meer hoor. Dat weet ik niet meer. Oké, okay, kleine update. Mitsi heeft haar sok teruggevonden. Ja, hij zat in mijn rok. Dus, we hebben dus een reservatie bij een restaurant. We gaan een beetje lopen, hè. Want we zijn het wandelen beu. En dag is geen dag van de matten in sporten. Goed bezig, Mitsi. Top, 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 top. Maar, wat is dat hier? Maar ik denk dat je inderdaad al wat kunt stappen op de rand. Ja, ik doe mijn best. Fuck, maat. Mijn schoen is helemaal kut. Echt een survivor. Ja, dat prikt. Pure kak. Je moet geen mijn handen niet op zo. Ja. Doen we dat nog in 2024? Ja, daar had ik ook het moeilijkste. Hier, pak mijn hand. Oké, okay, go! Go! Je serieus? Mitsen. Altijd honden hier. Ja, weet je, ze zijn allemaal lief. Ze lopen allemaal los, maar ze zijn allemaal lief. Girls, what are you looking insane right now? Wij gaan eindelijk in mijn even... Dat zie ik ook niet zo goed. Ja, hij ziet er ook heel goed uit. We gaan er een super gezellige avond van maken. Yeah. Blijf nog even gezellig met ons meekijken. Ooh, girl, you're shining like you used to. Never going out of style. What are you looking insane? But what are those flip-flops? What are those? Ja, ik heb een wondje gekregen op mijn voet en nu de tapijt als ik schoenen aan. Nee! We zijn officieel in het restaurantje. Er is keil muziek, maar ik zie van boven wel zo'n die verwarming. Oh, dat is echt zalig. Zicht op het zwembad. Wat een mooi bordje heb je daar. Ik was wel aan begonnen. Ik heb iets heel speciaals, Île Flottante. We hebben dus vandaag 25.000 stappen weer gezet, dus we verdienen het dessertje wel. We hebben heerlijk gegeten, het was super fijn. We hebben nu net enkele comments samen gelezen. Ja, ik was gewoon eventjes zo aan het inhalen, want ik moet ook nog een paar comments. En ik was even aan het janken gewoon met al die... Sommige mensen steken zoveel moeite in de comments en dat is gewoon zo mooi. Ja, jullie schrijven echt heel lieve comments. We kunnen ze natuurlijk niet allemaal eruit pikken, maar we gaan nu enkele proberen
toch eruit te pikken die erg mooi zijn. Ja. De vlog van bed, in bed met Mattes en Mitsen, ja, of zo, waar we dus zeiden dat je tijd met je familie moest spenderen omdat wij toen minder tijd hadden en zo. En mensen zijn echt super lief. Het zijn twee lange, zo buckle up, hè. Die was van Devin Sorijn of zoiets. En hij zegt, wat een eerlijke en betrouwbare video. Het is verfrissend om te zien dat jullie open zijn over de uitdagingen die komen kijken bij vloggen. Het is duidelijk dat jullie veel passie en toewijding hebben voor jullie werk. En het is de bedoeling dat het soms moeilijk kan zijn om de perfecte balans te vinden tussen kwaliteit en het behouden van jullie welzijn. Jullie inzet wordt echt gewaardeerd door jullie kijkers. En het is belangrijk om te vermelden dat zelfzorg altijd prioriteit heeft. Bedankt voor het deel van jullie eerlijke gedachten. En blijf vooral trouw aan jullie eigen welzijn. Jullie zijn geweldig. Dat is echt een mooie comment. Maar echt, dat doet ons echt zoveel, want zo een comment neemt voor jullie ook denk ik veel tijd in om zo'n mooie comment te schrijven. Maar het is, ik zeg het u, het is echt, het doet ons echt veel. Dan deze vond ik zo schattig. Ook op dezelfde video? Ook op dezelfde, ja, ik ben ze nu van aan het lezen. Ja. Ik kijk iedere dag uit naar jullie vlog, toch vind ik het helemaal niet erg als jullie een keer een dagje overstaan. Familie en vrienden zijn ook super belangrijk en daar moet je tijd voor vrijmaken. Ik begrijp ook maar al te goed dat jullie bepaalde privégebeurtenissen niet vloggen. Ook een vlogger heeft recht op privacy en vrije tijd. Het is meer van dat ik me zorgen maak om jullie als er een dag geen vlog online komt. Het is dan wel fijn dat jullie de reden waarom even posten op sociale media, zodat we weten dat alles goed met jullie gaat. Bedankt voor wederom een leuke vlog. Ja, dat is zo schattig. Ik vind het ook belangrijk om inderdaad te delen wat er precies gebeurt. Yeah. Als er inderdaad de vlog te laat komt of niet komt. Yeah. En dan iemand op de video van gisteren dan, die dat we gisteren hadden gepost. Ik wil een keer een comment van de dag komen, wat moet ik daarvoor doen? En er had ook iemand op gereageerd. Een originele leuke tekst verzinnen, meestal in de vorm van een compliment. En 100 keer opdrukken. Nee, dus heel erg bedankt. Ook, want jij antwoordde inderdaad wel, je moet vaak in lange dingen komen, maar dat is niet helemaal waar. We lezen ook de korte, vinden we leuk. Die zijn ook echt super leuk om te lezen. Hè. We hebben weer heel genoten van vandaag. Amai. We vonden oprecht het spontane kajak gebeuren, vonden we echt super leuk. Dat was echt. En morgen is het al het laatste dagje in Corsica. Ja, laatste volledige dag. En dan zondagochtend vertrekken we weer met het vliegtuigje. Maar dan ga ik naar Londen voor 3 dagen met mijn mama Will en niet met Matthias. Maar in Londen spreken ze me in Frans, dus ik heb u echt niet nodig voor die 3 dagen. Abonneer nog even, like nog even. Als je het leuk vond. Dank u wel sowieso voor alle support. We zien je morgen terug om 5 uur voor een geweldige nieuwe vlog. Dan nog maar 1 ding. En dan zeggen wij. Matthias. En Witsa. Out.